geleden in de raadzaal met wethouder Ed Anker. En het ging vandaag over het ontwikkelkader van de spoorzone. We hebben heel veel bouwvisies voorbij zien komen de laatste tijd. Waar ging het nu weer over? Dat blijft nog wel even doorgaan, maar dat is ook nodig. Dit gaat over de spoorzone, over de gebiedsontwikkeling. Over op wat voor een manier we al die woningen daar een plek willen geven. Hoe we het willen doen met de mobiliteit, met het parkeren. Maar ook bijvoorbeeld hoe de bewoners van het Kattegat, die daar nu een plek hebben in hele oude units. Hoe we die een plek in de toekomst kunnen blijven geven. Ja, en wat vond de raad er allemaal van? Nou, ik denk dat de raad, maar dat is vaak wel zo bij de spoorzone, eigenlijk allemaal wel enthousiast is. Vooral we altijd wel vragen hebben en nog een paar accenten zetten. Van, nou, komt er wel voldoende parkeren? Gaat het allemaal wel lukken? Komen de centen allemaal in orde? Daar is het vandaag vooral veel over gegaan. Maar over de spoorzone zijn we het eigenlijk altijd wel heel erg over eens. Ja, dit is de volgende stap die de stad Zwolle mag maken. Ja, want Zwolle groeit. Ja, Zwolle groeit als een kool en daar doen we niks aan. Mensen willen ontzettend graag wonen. Het is dan onze verantwoordelijkheid om dat zo'n goed mogelijke manier een plek te geven. En welk gedeelte van de spoorzone is nu aan de beurt? Ik denk dat het eerste dat je wat gaat zien aan de overkant van de nieuwe Veerallee is. Dus zeg maar die strook van Dinoland, de Peugeot garage, richting is het Monuta, de uitvaartclub. In die strook denk ik dat we als eerste beweging gaan zien. En alle inwoners daar omwonenden, zijn die het een beetje mee eens? Ja, over het algemeen gaat dat wel heel erg goed. We hebben ook veel gesprekken met ze in de spoorcafés bijvoorbeeld. En elk deelgebied krijgt weer zijn eigen participatieproces. Dus we zijn ook over die strook met de bewoners van de Veerallee in gesprek bijvoorbeeld. Ja, en nou heb ik 6 pijlers gezien. Interactie, vernieuwing, schone mobiliteit, vizier op de toekomst, kwaliteit van leven en samenwerken aan de spoorzone. Hoe kunt u dit halen? Ja, het is eigenlijk de opdracht die je jezelf geeft voordat je op pad gaat. En dit zijn de 6 pijlers. Ik zeg 5, maar zijn er 6. Dit zijn de 6 pijlers waarmee we op pad gaan. Dit willen we eigenlijk altijd terugzien in de projecten waar we mee bezig zijn. En dat gaat een hele lange tijd duren. Want dit is echt wel 10 jaar, misschien wel 20 jaar werk. Maar ik hoop toch echt dat telkens als je in al die jaren eens een keertje een kijkje neemt in de spoorzone ziet. Hé, hier zijn ze mee bezig. Dat herkenbaar is op wat voor manier we dit werk aan het doen zijn. En het wordt een powerplek. Het powerplek, ja. Dat zei Leo Elvers van het CDA, maar het is echt wel een plek. Ik denk dat als je in deze regio woont, dat de kans heel groot is dat je op deze plek een baan hebt gevonden of je opleiding hebt gehad. Dus op zo'n manier een betekenis heeft voor heel veel mensen in Zwolle en verder buiten. Nou, wil ik u danken. Graag gedaan.